Koningin Beatrix heeft vanmiddag op Paleis Huis ten Bosch het kabinet Lubbers beëdigd. De econoom Bert de Vries wordt de nieuwe fractieleider van het CDA. In Gouderak is evacuatie van ruim 300 mensen nodig door ernstige bodemverontreiniging in de Zellingwijk. Goedenavond, dames en heren. Op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag heeft koningin Beatrix vanmiddag het kabinet Lubbers beëdigd. Het bestaat uit 8 ministers van het CDA en 6 van de VVD. Het nieuwe kabinet poseerde vanmiddag met de koningin op de trappen van het paleis. Naast de koningin premier Lubbers en vicepremier van Ardennen, die ook minister van Economische Zaken is. Daarnaast minister Schol, ontwikkelingssamenwerking, en de koning, sociale zaken. Dit is minister Van den Broek, buitenlandse zaken. En Brinkman, welzijn. En minister Ruding, nieuwkomer op financiën. Minister Winsemius is de nieuwe bewindsman op volkshuisvesting. Het kabinet Lubbers bij de koningin na een formatie van 57 dagen... poserend voor fotografen na de beëdiging die in het paleis gebeurde en besloten was. Na de beëdiging door de koningin gingen de nieuwe bewindslieden naar hun ministeries. Daar kregen ze de portefeuilles overgedragen door hun voorgangers. Op het ministerie van Algemene Zaken droeg demissionair premier Van Agt het departement over aan de nieuwe minister-president Lubbers. Na het tekenen van de daarbij horende stukken werd de nieuwe man succes toegewenst door de scheidende premier die deze post na 5 jaar vaarwel zegt. Van de 16 staatssecretarissen zijn er tot nu toe 12 bekend. Onder hen de zojuist afgetreden minister van Sociale Zaken, De Graaf, die nu staatssecretaris wordt op hetzelfde departement. Nieuw is mevrouw Capijnen van de Coppello van de VVD, die emancipatiezaken gaat behartigen. Zij is nu lid van de Raad van Beheer van de NOS. En de staatssecretaris op Defensie, Charles Schwietert, tot vandaag Haags redacteur van het journaal. 4 staatssecretarissen moeten nog worden benoemd. Voor justitie, welzijn, voor onderwijs en voor binnenlandse zaken. De CDA-fractie moet hen nog aanwijzen en waarschijnlijk gebeurt dat morgen. Premier Lubbers gaf vanavond een persconferentie. Willem Benboom vroeg hem waarin zijn kabinet zich zal onderscheiden van dat van zijn voorganger, de heer Van Agt. Wij gaan een regeringsverklaring opstellen. Die leggen we over 2 weken af. Het is natuurlijk te vroeg om nu reeds vast te stellen wat in die regeringsverklaring komt te staan. Maar 1 ding staat wel vast. We hebben heel hard gewerkt om deze formatie, die vandaag dus afgesloten is, niet te lang te laten duren. Omdat ons land voor een enorm moeilijke situatie staat. Ja, u begint niet in een makkelijke periode. Er zijn stakingen aangekondigd bij het onderwijs, bij de Nederlandse spoorwegen. Geen gemakkelijk begin. Zeker niet. Dat houdt verband met die hele moeilijke situatie, waarbij het voor de hand ligt dat er een uitermate kritische houding is tegenover allerlei beleidsvoornemens. Het is nu veel te vroeg om te zeggen wat het standpunt inhoudelijk zal zijn van het nieuwe kabinet. Maar dit reeds wil ik op de eerste avond zeggen. Wij zullen trachten een eerlijk en rechtvaardig beleid te voeren, maar we zullen tegelijk trachten knopen door te hakken, problemen niet naar morgen te verschuiven, want we kunnen ons eenvoudigweg met het oog op de jongere generatie, met het oog op de mensen die ook weer na ons komen, nu veroorloven om vraagstukken weg te schuiven. Nog even over die stakingen. Er wordt gestaakt tegen bepaalde bezuinigingen. Is het zo dat het kabinet plannen heeft om die oorzaken van staking weg te nemen? Als u het goed vindt, zal ik vanavond zeker niet ingaan op bepaalde bijzondere onderdelen van het beleid. Daar is nu niet het moment voor. Uw voorganger, de heer Van Agt, stond bekend om zijn, mogen we zeggen, bijzondere woordgebruik, zijn bijzondere taalgebruik. Wat wordt uw handelsmerk? Zo mooi als hij het wel eens zei, zal ik het niet kunnen zeggen. Maar datgene wat ik te zeggen heb, zal ik in ieder geval zeggen. Nu de heer Lubbers minister-president is geworden, moest de CDA-fractie een nieuwe politieke leider kiezen. Dat is geworden de 44-jarige Bert de Vries, sinds 1978 Kamerlid. Hij komt uit de voormalige ARP. Volgens hem is de CDA-fractie niet verzwakt door het vertrek van een groot aantal leden naar het kabinet. Tot zover het nieuws over de politieke benoemingen vandaag in Den Haag.
Terug naar Hilversum. Alle ministers van het nieuwe kabinet zullen vanavond in een extra lange uitzending van Den Haag Vandaag nader worden voorgesteld. Kees Zorgdrager, Jaap van der Ploeg en Hans Hillen zullen met hen gesprekken voeren. Deze uitzending begint na dit journaal op dit net. In Gouderak in Zuid-Holland moet een woonwijk worden ontruimd omdat er gif in de grond zit. Onder de wijk Zelling ligt een vroegere stortplaats van Rijkswaterstaat. Alle ruim 300 inwoners moeten verhuizen. U hoort milieugedeputeerde Hekkelman. Om die bodemverontreiniging in die Zellingwijk te kunnen aanpakken, zal het in ieder geval nodig zijn dat de 333 bewoners van de wijk hun huizen verlaten. Dat er saneringsmaatregelen moeten komen staat vast, omdat de bodem en het grondwater in die wijk in ernstige mate verontreinigd zijn. Wat ook de saneringsmaatregel zal zijn, en daarover bestaat in dit stadium nog geen enkele zekerheid, dat moet nog nagegaan worden. Ontruiming zal in ieder geval noodzakelijk zijn, dat kunnen we wel zeggen. Op deze sombere herfstmiddag kregen de bewoners van de Zellingwijk in Gouderak tegelijk met de persconferentie in Den Haag een brief van het provinciebestuur in een brievenbus. De ontruiming van de wijk hadden sommigen wel verwacht. Voor anderen kwam de brief als een schok. Toen ik vanmiddag die brief kreeg, toen kreeg ik echt de bibber in mijn benen. Ik heb er nog nooit bij nagedacht dat ik weg moest. En ik hoop weer dat ik terug mag. Dit wijk wordt helemaal ontwricht. Die gaat hier naartoe, die gaat daar naartoe. Er blijft niemand, blijft bij elkaar hier. Dit wijk is totaal ontwricht. Van een ontruiming in Gouderak zal overigens pas over een paar maanden sprake zijn. Van het onderzoek dat daarna wordt gehouden hangt af of de bewoners van de Zellingwijk ooit nog naar hun huizen terug mogen of dat die zullen moeten worden afgebroken. In de derde week van november komen er stakingen in het onderwijs. Dat is vandaag vast komen te staan nadat minister Deetman van Onderwijs heeft geweigerd om een wetsontwerp in te trekken voor een extra verlaging van de salarissen bij het onderwijs met 1,65%. De onderwijsbonden hebben daarom het overleg hierover met vertegenwoordigers van de minister afgebroken. De acties kunnen in alle soorten onderwijs worden uitgeroepen. Erik Boshuizen vroeg woordvoerder van Beekveld van de onderwijsbonden waarom de stakingen nu onvermijdelijk zijn. Ja, je moet het zien tegen de achtergrond van de totaal aan bezuiniging op onderwijs. Als de plannen van minister Deetman doorgaan, gaan we in het onderwijs verliezen zo'n 13.000, 14.000 arbeidsplaatsen. Dat betekent ook grotere klassen in het hele onderwijs. Dat is voor ons niet aanvaardbaar. Daar komt bij dat onderwijsgevenden dan, behalve de algemene salarismaatregelen die voor ambtenaren gelden en die ook voor ons doorwerken, een aparte korting op hun salaris krijgen van 1,65%. Dat geldt voor mensen die onderwijs geven, dat geldt voor al die anderen die hun salaris op de een of andere manier uit de begroting van onderwijs krijgen. Dus voor mensen die in academische ziekenhuizen werken, amanuenses, conciërges, iedereen die daarbij betrokken is. Nu zijn de acties aangekondigd voor de week van de 15 tot de 22 november. Hoe gaan die acties eruit zien? Het zullen landelijke acties zijn die dus door het hele land plaatsvinden, plaatselijk verder worden uitgevoerd en opgezet. De bedoeling is in elk geval dat we de hele week de actie zullen voeren en verder bezien hoe de stand van zaken dan gaat. Plaatselijk wordt besloten scholen dicht gaan, ja of nee? In eerste instantie wel. Ja, mensen zullen zelf beslissen of ze als school daar aan meedoen. De protestants-christelijke onderwijsvakorganisatie beslist aanstaande maandag definitief over deelneming aan de acties. Die zullen dan zoveel mogelijk samenvallen met de acties van de overige bonden. In de Spaanse hoofdstad Madrid is vanmorgen een topgeneraal doodgeschoten in zijn auto door jonge lieden op een motorfiets. De aanslag had een schokeffect in Spanje, dat zich aan het voorbereiden is op een socialistisch bewind, in een tijd dat de geruchten over staatsgrepen nog hoogst actueel zijn. Over de aanslag van vanmorgen en het effect daarvan nu onze correspondent Robert Boschart. Dit is niet alleen een aanslag, een provocatie tegen het leger, maar vooral een poging om de hoop van alle Spaanse democraten te vermoorden. Zo beschreef Spanje's aanstaande premier de moordaanslag die vanochtend in Madrid generaal Víctor Lago het leven heeft gekost. Zijn dienstwagen werd van twee kanten tegelijk met machinepistolen onder vuur genomen door vier jonge lieden die meteen daarna wisten te ontkomen. Generaal Lago was op slag dood, zijn chauffeur is zwaar gewond, maar buiten levensgevaar.
De politie heeft een flink aantal hulzen gevonden van het soort kogels dat de Baskische terreurbeweging ETA Militare gewoonlijk gebruikt. De aanslag was duidelijk een provocatie om rechtsofficieren in Spanje te verlokken tot een onbesuisde actie die ook een eind zou maken aan de democratische stabiliteit. Generaal Lago was de bevelhebber van de belangrijkste eenheid van het leger, de tankdivisie Brunete, bij Madrid. In alle plannen van Spaanse coupleiders duikt deze divisie steeds weer op als de eenheid die de hoofdstad moet bezetten om het succes van een staatsgreep te verzekeren. De nieuwe socialistische regering in Spanje zal dus tegelijkertijd ferm tegen terroristen en tegen antidemocratische officieren moeten optreden. Dat beloofde aanstaande premier Felipe González vanmiddag dan ook. Yo le puedo asegurar, igual que le puedo asegurar a todo el pueblo español, que nosotros no vamos a ceder a ningún tipo de provocación y mucho menos vamos a bajar el dintel de esa firmeza con todos los instrumentos del Estado para erradicar el fenómeno del terrorismo. Dan de weersverwachting tot morgenavond. Veel bewolking, vrijwel overal droog en plaatselijk mist. Minimumtemperatuur ongeveer 8 graden, middagtemperatuur circa 11 graden. Vannacht weinig wind, morgen matige zuidoostelijke wind. Dan de vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag. Half tot zwaar bewolkt en vooral na het weekeinde af en toe regen. Middagtemperatuur omstreeks 12 graden. Einde van deze journaaluitzending, dames en heren. Goedenavond.